Hey, we staan hier in Vuren bij spuiterij Hommersholm. En daar hebben ze mijn Scania onder handen genomen. Ze hebben hier het chassis, een motorblok, kist en tank, gestraald, gescoupeerd en gespoten. En nou ja, zie je hier het resultaat. Het is best wel gaaf geworden. In ieder geval heel anders dan wat het was. Het was rood. Ik laat het nog wel even zien in foto's. Het is nu zwart. Dit is het beginstadium van wat die straks gaat worden. Die ga je niet meer herkennen. Over een x-aantal jaren is het compleet andere auto. Ja, loop even mee zou ik zeggen, dan kan je het zien. Hij is nog wel vies. Hij staat hier al een tijdje. Maar dan heb je in ieder geval een beetje beeld van hoe het geworden is. Ja, ik vind het gaaf. Het is wel super kwetsbaar. Je ziet er alles op. Maar daar gaat grote vriend Sean een wondertrucje voor uitvoeren. Kijk, hij staat er al even, zeg maar. Maar het wordt gaaf, dit wordt echt tof. De motorblok is ook meegenomen. Het zag er niet uit namelijk. Ik kan wel zien dat het een hoop jaren heb gehad. En heb geleden in het zout. En nu ziet het er 10 keer beter uit. We gaan zo meteen nog wat leuks halen. En ik zou zeggen, blijf dit bekijken. Ik doe hier even opnieuw een voice-over inspreken. De opnames zijn niet helemaal goed doorgekomen, dus vandaar. We zijn hier dus aangekomen bij Scoor. Zoals je kan zien zit de trailer erachter. De trailer die ik bij Jeffrey heb gekocht. Nogmaals bedankt Jeff voor deze geweldige kans. Ja, geweldig spannetje zo. Ik vind dat je dit weinig meer ziet tegenwoordig. En, dat maakt het complete plaatje gewoon af. De bedoeling is dat ik eerst de trekker ga afmaken uiteraard en dan verder gaan met de trailer. Zoals de asopstelling is gewoon super gaaf aan deze Scandinavische trailers. Gestuurd asje helemaal achterop, liftasje van voor. Ja, lange zwaanhals, 4,5 meter. Ja, het is gewoon gaaf. Het is gewoon totaal wat het stoel maakt. De kans die ik niet kon laten liggen, dus vandaar dat ik hem heb gekocht. Loop even mee. Een nieuw zeiltje gaat erin komen uiteraard. Ja, het is wel gewoon de bedoeling dat hij helemaal aangepakt gaat worden. Hij gaat gewoon dezelfde huisstijl krijgen als de trekker straks. En gewoon een super stoer achterkantje ook met die blokkers. De vorige eigenaar uiteraard. Ja, en dit is eigenlijk de bedoeling. Zo moet hij ooit ook gaan worden. Nog even geduld dus.
zijn weer aangekomen in Zeeland. We zijn bij MSP aangekomen. Een rit van ruim 3 uur gehad, alles is goed gegaan. Top trailertje, dat blijkt maar weer. En ja, alles is gewoon goed gegaan. Ondanks dat de trek een hele tijd heeft stilgestaan, heb je het gewoon top gedaan. Ben ik heel blij mee. Toch een beetje vertrouwen in zijn auto krijgen dan, hè. Dus super blij. Ik zou zeggen, leuk dat je hebt gekeken. Blijf me in de gaten houden voor meer. En onthoud deze kleuren goed. Thank you.